Een sprong van parachutisten ging woensdagavond helemaal mis langs de N846 bij Overasselt. Waarschijnlijk door de harde wind kwamen 9 van hen in de bomen terecht. 3 mensen raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis. De zogenoemde airborne sprong was onderdeel van herdenking van 80 jaar Market Garden. Woensdag werd daar in Overasselt de hele dag uitgebreid bij stilgestaan. Het is onduidelijk waarom het misging. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid vermoedt echter dat de harde wind een rol speelde. 1 persoon hebben we dus uit de boom gehaald met een hoogwerker. Daar konden we goed bij komen aan de rand van de bossage. 2 anderen zaten dus midden in de bossage. En daar hebben dus de hoogte reddingsteams, quick response teams van onder andere de VRU opgeroepen. Dus Veiligheidsregio Utrecht. En deze zijn ingezet. De parachutisten die donderdagochtend gedropt zouden worden boven Groesbeek hebben een no-go gekregen. Vanwege de harde wind kon de organisatie niet garanderen dat alle parachutisten veilig konden landen. In het winkelcentrum in Malden heeft vannacht een ramkraak plaatsgevonden. Juwelier van Arensbergen was hiervan het doelwit. De ramkraak ontstond doordat er een auto in het winkelcentrum binnenreed en frontaal botste op de voorgevel van de juwelier. Volgens de woordvoerder van de politie kwam er rond 3:30 een melding binnen via het inbraakalarm van het winkelcentrum. De ingang was compleet vernield en er stond nog een auto in de hal. Of er iets gestolen is, is nog onduidelijk. Het winkelcentrum ging in de loop van de ochtend weer open. Voor onderzoek is een klein deel rondom de juwelierszaak nog afgesloten. Over het Maas-Waalkanaal lag in september 1944 een viertal bruggen die een rol zouden spelen in operatie Market Garden. Uiteindelijk kon de kleinste brug van de 4 als enige intact worden ingenomen, wat van essentieel belang bleek te zijn voor de bevrijding van Nijmegen. Bij de inname van de brug sneuvelde een 6-tal Amerikaanse militairen. Vandaag onthulde burgemeester Juri Minses samen met 1 van de Amerikaanse gasten bij het monument op het Sluisterterrein in Heumen een plaket, waarin deze slachtoffers 80 jaar na dato alsnog geëerd worden.